Wij zijn hier in 1997 gestart met de fietspooling. Vanuit het initiatief van een aantal ouders die graag hadden dat hun kinderen op een veilige manier naar school gaan. Bepaalde straten, gehuchten, buurten verenigen zich eigenlijk. Er is daar een ouder die het initiatief neemt en die maakt een fietspoelgroep. Ze vragen een beetje aan elkaar wie heeft er interesse om mee te doen met de fietspoelgroep. En dan maken ze onderling afspraken, maken ze een beurtrol wie bijvoorbeeld op dinsdag of woensdag of donderdag meerijdt met de fietspoelgroep, 's morgens, 's avonds, om dan in groep naar de school te rijden met de kinderen van de buurt eigenlijk. Ten eerste is natuurlijk een gezonde manier om naar school te gaan. Kinderen leren heel wat over het verkeer ondertussen. Ouders moeten niet elke dag aan de schoolpoort staan, want ze kunnen samenrijden, ze hebben een beurtrol. En op die manier halen ook heel veel auto's weg aan de schoolpoort natuurlijk. Hè. In zijn totaliteit kunnen we wel zeggen dat er denk ik ongeveer 60% van alle lagere schoolkinderen met de fietspoeling naar school komt. Dus los daarvan hebben we ook nog de losse fietsers. Nu, de ouders zorgen zelf voor de begeleidingsroosters eigenlijk, wie op welke dag mee rijdt. De rol van de school daarin is dat de school het online inschrijvingsformulier opstelt. We hebben een fietspoelcontract samen met de ouders opgesteld. Dus als ze zich inschrijven, verklaren ze zich daar ook mee akkoord eigenlijk met dat fietspoelcontract. De school zorgt ook voor een heel goede fietsenstalling met vaste plaatsen, vaste zones voor elke fietspoelgroep, zodanig dat zij zeker zijn dat ze een goede plaats kunnen hebben. Zijn jullie klaar voor het fietsexamen? Ja! Wij prikken elke maand op onze kalender een vrijdag waar ze verkeersopvoeding moeten doen. Dan wordt vaak de hulp van de leerkracht en wel gevraagd om parcours op te stellen en dergelijke. Kinderen die nog niet goed kunnen fietsen worden extra begeleid. De politie zorgt voor de veiligheid. In dit geval bij leergroep 4 op een passieve manier eigenlijk. Dus dat hun aanwezigheid de automobilisten al een beetje waarschuwt voor oei. Hier is iets aan de hand. De ouders die staan verspreid op de omloop. Die hebben allemaal een item dat ze in het oog moeten houden. Rechts afslaan, links afslaan, een geparkeerd voertuig voorbij rijden, dat soort zaken. En die noteren als ze zaken zien die niet in orde zijn. Ik moet kijken of dat ze omkijken over hun linkerschouder, dat er toch zeker geen gevaar is. En dat ze hun arm uitsteken naar de kant dat ze willen afdraaien, stuur terug vastnemen en kort oppakken. Daar horen ook brevetten en examens bij, inderdaad. Wij volgen daarvoor de volledige leerlijn van de VSV. De LO-leerkrachten zijn wel de trekkende mensen, toch zeker op het praktische gebied. De theoretische kennis, die vergaren ze meer in de klas natuurlijk. Hè. Ja.